In de toekomst van het onderwijs is denk ik het onderzoekend en ontwerpend leren steeds belangrijker. Het is nieuwe skills die wij onze kinderen bij willen brengen. En op de basisschool waar ik werk doen we dat al heel erg lang. En ik zet me al ook al heel erg lang in om andere mensen ook enthousiast te maken om daarmee aan de slag te gaan. En ik heb daar zelf iets voor bedacht, een ontwerp placemat. Dat is eigenlijk iets heel simpels. Het is eigenlijk maar gewoon een blaadje. Maar het is een stappenplannetje om kinderen te leren, om te onderzoeken. Om samen door de ontwerp of door de onderzoekscyclus heen te gaan. Dus we gaan eerst iets, bedenken, wat weet ik er al van. En dan gaan we eens proberen van wat kan ik daar nou mee. We gaan een beetje aanrommelen met materiaal of met spullen. En uiteindelijk gaan we iets maken. En als we het dan gemaakt hebben, dan gaan we ook evalueren. Dus dan gaan we terugkijken op van, nou, is het nou eigenlijk gelukt wat ik bedacht had? Het is belangrijk dat we niet alleen maar handvaardigheidsmateriaal hebben en meteen beginnen en gaan maken. Het is ook belangrijk dat we nadenken over wat willen we nou eigenlijk maken en waarom willen we iets maken en wat heb ik daarvoor nodig en wat lukt wel, wat lukt niet. Dus we zetten kinderen heel erg aan het denken over de stappen die je moet zetten om tot een resultaat te komen. En als je kinderen die stappen bijbrengt, dan kunnen ze die hun hele leven overal voor gebruiken, denk ik.